Dank je wel, Tess. Tess heeft mij gevraagd om naar Artis te komen, want zij wil vandaag heel graag haar voormalige juf Irma bedanken. En in het zonnetje zetten natuurlijk. Kijk nou, hoe leuk is dit hier? Hoi! Hallo! Hoi. Nou, wat een leuke plek, Tess! Hier. Wat goed hier! Zij wil heel graag juf Irma verrassen. Dat klopt. Maar waarom in Artis? Nou, omdat juf Irma niet alleen Tess heeft lesgegeven, maar ze heeft ook altijd in Artis gewerkt. Ja. Ze heeft een speciale band met alle dieren natuurlijk. Ze heeft een speciale band. En een van haar grootste wensen was met haar kleuterklasse naar Artis te komen. Okay. Maar ik denk dat het wel heel leuk is om eventjes te horen van jou, en ook misschien een beetje van jou, waarom deze verrassing gedaan moet worden. Dus als jullie met mij mee willen gaan, dan gaan we eerst even lekker zitten. Yeah, let's go. Kom, we gaan die kant op. Yeah, gaan we mee, Tess. Tess, we gaan het eens hebben over jouw juf Irma. Ja. Ja, wat was er zo leuk aan haar? Geen idee. Geen idee. Te veel om op te noemen. Ja. Zou je het een beetje willen toelichten? Nou, juf Irma heeft Tess 1-op-1 begeleid van 2011 tot 2017. Ja. En daar speelde de hond van juf Irma ook een hele grote rol. Hoe heette de hond ook alweer? Paco. Ja? En waarom was de hond zo bijzonder? Die was van haar van lief. Die was heel lief. Ja. Ja. Volgens mij is juf Irma gek op dieren. Ja, net als ik. Ja, net als jij. Heb je dat van haar geleerd? Dat dieren zo bijzonder zijn? Ja. Ja? Dat is mooi. Dus je hebt veel van haar geleerd. Yep. En ze leert de kinderen meer dan alleen maar het lesgeven. Ze zet talenten in. Dat gaat soms ook buiten de klas om. En dat is juist zo leuk. Dus ja. Dat is echt zo. Glinden, ja, ze vindt het geweldig. Dus juf Irma is zeker wel heel belangrijk. Nou, ik denk dat ik maar eens ga regelen dat juf Irma, zonder dat ze het weet, gewoon maar op pad wordt gestuurd. Zou ze dat doen, denk je? Gewoon als iemand tegen haar zegt, stap maar in een auto. Denk je dat juf Irma dat doet? Dat denk ik. We gaan het gewoon fixen voor je en dan zie ik je straks weer. Vandaag gaat het een hele bijzondere dag worden voor Irma, want ze zit op dit moment geblinddoekt in een auto, heeft geen idee waar ze naartoe gaat en wat haar allemaal te wachten staat. Dus nu is het afwachten en hopen dat de verrassing geslaagd gaat zijn. Tadadadada! Hallo Irma. Hallo, hallo, een onbekende stem. Ik geef je een hand en ik zorg dat je je hoofd niet stoot. Zo, voilà. Kijk uit, want hier is een heel klein opstapje. Juist. Gooi ik even de deur dicht achter je. Tot ziens. Tot ziens. Zo Irma, wat een avontuur in het donker. Ja. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga je blinddoek losmaken. Ja. Om je eindelijk verlossen van deze ellende. Wat hebben we je aangedaan? Nou. Ja. Even wennen aan het licht. Hallo Irma, ik ben Neens. Hey. Hoi, kijk eens. Zeg dat je wat? Wauw, ja zeker. Je bent in Artis. Ja. Je bij Artis. Ja. Zullen we lekker naar binnen gaan? Ja. Mooi. Nou, weet je wat? Ik wil eerst eigenlijk het een en ander van je weten. Wat wil je weten? Alles. Irma, ja, ik heb je gewoon bij Artis weggeplukt. Maar waarom is dat zo'n bijzondere plek voor jou? Ja, ik heb hier 20 jaar lesgegeven. En heb je sowieso in totaal 20 jaar lesgegeven of al veel langer? Ik heb eerst 20 jaar in Artis lesgegeven en nu 20 jaar in het basisonderwijs. En wat maakt lesgevers nou zo leuk? Dat ik kinderen kan enthousiasmeren voor waar ik vrolijk van word en waar ik enthousiast van word. Dat ik die enthousiasme kan overdragen aan de kinderen. Daar word ik helemaal blij van. Is dat ook een klein beetje de visie van de school? Dat in dit geval zeg maar de leraar met ideeën komt? Of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, dat heb je goed gezien. Ja, ja. Waarom werkt die wijze zo? Nou ja, ik heb het gezien bij mij op een middelbare school. Mm-hmm. Dat leerkrachten die hun enthousiasme konden overdragen op mij. Mm-hmm. En daar werd ik ook helemaal blij van. En dat werkt. Dat werkt. Dat werkt. En, ik kan me voorstellen dat als een leerkracht voor de klas staat die daar een beetje
denk van, wat doe ik hier? Ja, dan pakken de kinderen dat niet op. Dat is eigenlijk wel een groot goed, dat je je eigen zielenzaligheid... Ja, ik heb van mijn hobby een beroep gemaakt. En leren voor het leven, dat is ook een visie van de school. Ja, dat je leert wat je later kan gebruiken in je leven. En dat je met enthousiasme en met je talenten die je hebt, die je hebt meegekregen, dat je daar later gelukkig van wordt. En dat je een mooi mens gaat worden in latere leven. Ja. Volgens mij zijn dieren en natuur heel belangrijk. Ja, tijdens mijn opleiding op de PABO heb ik stage gelopen in Artes. En dat was ik verkocht. Ik denk, daar wil ik werken. Ja. En heel vroeg als kind, als ik dan dieren zag, dan probeerde ik altijd of naar de dieren te gaan, of ik probeerde de dieren naar me toe te lokken. Mm-hmm. En dus dieren en natuur, plantjes, dat vind ik helemaal, daar word ik helemaal blij van. En wil je dat ook overdragen aan je leerlingen? Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat het niet alleen maar om rekenen en taal en geschiedenis en aardkunde gaat, maar het is meer. En dat wil ik heel graag overdragen aan de kinderen. Ik ga je blinddoek afdoen in 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Wow! Nou, Tess! Je bent allerbeste lieve juffrouw, geef een tip. Oh, wat dankjewel, Tess. Dankjewel. Oh, jij staat er ook op. Oh, dankjewel, Tess. Dankjewel, Tess. Juffrouw Natuur is je firma, ja. Ze leert ons van alles, we doen haar na. Want voor de natuur en voor ieder dier zorgen wij met veel plezier. Woehoe, yeah, nou applausje voor jullie. Goed gedaan. Nou, dit is... Ja, wat vind je ervan, Irma? Ja, ik hou het niet meer droog. Oh, nou, ik heb een toevallig lapje. Kan je wat mee doen? Nou, lief dit, hè? Ja, maar Tess wilde je vooral in het zonnetje zetten. Oh, wat lief, Tess. Ja, maar dat heb je echt verdiend. Dus. Juf Irma konden we niet blijer maken. De Oranje Nassau School is onderdeel van Florente Basisscholen, waar 12 basisscholen onder vallen, verspreid over de gemeente Diemen, Muidenberg, Weesp, Driemond en Duivendrecht. Alle leerkrachten die hier werken worden enorm gewaardeerd, want zij zorgen ervoor dat zij zelf en kinderen kunnen leren en werken vanuit respect, samenwerken en met een open houding. Koffie drinken. Oké. Okay.